Rush. Brak. Lens. Bahia komt. Mooi voor deze. Maar gunt ook wat aan Zoeter. Dat is geen goede. Hallo Madan. Spreek met familie Bakhuis. Ja? Ik heb slecht nieuws. Het gaat over je vader. Je vader heeft een hartaanval gehad en is direct overleden. Ik vind het heel erg om je dit te vertellen. De ambulancemedewerkers hebben alles geprobeerd, maar tevergeefs. And you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey. Sorry man, van je vader. Ik had gezien. Daan, was je vrijdag in Heerlen? Laat hem dan maar gewoon even. Is echt in een stemming voor zoiets. Ja, nee, maar niet. Ja, ik was inderdaad niet. Ja. Oh, ik dacht dat ik je vrijdag met zo'n meisje zag. Nee, dat was ik niet. Gast, is er iets met je of zo? Nee, ook niet. Ik had nou gewoon even met die vraag, oké? Oké, man. Hey Daan, weet je al van het gevecht? Welk gevecht? Ja, hey, je hoorde toch laatst ruzie met de groep van Tom? Of was je daar niet bij? Nee, daar was ik echt niet bij. We gaan zo naar het bos om het uit te vechten met de groep van Tom. Ga je mee, want we hebben je echt nodig. Ja, is prima. De afleiding kan ik echt wel gebruiken. Kom, gaan we. Con los terroristas. Harlem Shake. Houd je bek man, we maken je zo af. Ha, hebben jullie Daans vader soms ook afgemaakt? Wat zit er nou, klootzak? Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb mijn vader niet vermoord. Gedaan, man. Hey, moet de bloeding zien te stoppen. Geef me zijn jas. En hou hem bij bewust. Hij is dood. Dat was niet de bedoeling. We wilden niet dat er iemand dood zou gaan. We hadden het gewoon niet moeten doen.
Ja, dan is het nu godverdomme te laat voor. Weet je wat voor een fucking probleem iedereen heeft? Ja, en vooral die vriend van jullie. Ik wil niet dat hij weg is. Ik kan hem niet blijven. Ik ga hem terug als eerste zoeken. Ik moet een plaats zien te vinden waar ik kan verschuilen. Waar moet ik me dan verbergen? Daan, dag jongen. Als iemand doordraait, doet die gekke dingen. Ik snap waarom. Ik mis jou ook heel erg. Maar je gaat een zware tijd krijgen nu. Je moet sterk zijn en eerlijk zijn. Zoals ik je heb proberen op te voeden. Ik ben nu op een goede plaats. Ik heb spijt dat ik geen afscheid van je heb kunnen nemen, zoon. Maar je moet nu doen wat goed is. Wat doe ik hier? Rest in peace, Tom. Mijn goede vriend. Je leven was te kort. We hadden jouw plaats moeten gaan. Het kan niet. Het kan niet. Ik ga hem gewoon niet doodgemaakt hebben.